kreeg van een van jullie de vraag: hoe kan jij je energie en tijd verdelen? Dat vind ik heb ik altijd al een moeilijke gevonden, maar nu vind ik dat extra moeilijk omdat ik mij nogal depressief voel. En het is bijvoorbeeld dinsdagmiddag nu en ik heb alleen nog maar geslapen omdat ik me dan beter voel. Allee, ik heb dan het gevoel dat ik mij beter voel. Gisteren ben ik naar mijn oma geweest, maar heb ik niet kunnen filmen omdat het mij niet afging. Maar ik ga proberen vanaf vandaag jullie een kijkje te geven in mijn week. Want ik ben thuis, ik werk momenteel niet. En ik vind het heel moeilijk om een dagindeling te hebben. Nu is mijn vriend nog thuis, mag ik dat zeggen? Maar volgende week gaat hij terug werken. En dan ga ik het extra moeilijk hebben, denk ik, om een dagindeling te vinden. Dus nu ga ik swifferen. En daarna, om 2 uur, heb ik een meeting met de uitgeverij. Omdat ze mijn tweede versie hebben goedgekeurd. En dan gaan ze uitleggen eigenlijk welke stappen dat er nu volgen voor de publicatie van mijn boek. Okay, ik ben net klaar met swifferen en de volgende stap is dat we gaan dweilen. Ragnar! Ragnar! Zeg eens hallo! High five! Oei! Dat is de laatste beleidsverklaring voor de verkiezingen van juni volgend jaar. Volgens de kraan heeft de regering haar beloftes ingelost. Al geeft hij ook toe dat wat de begroting betreft lang niet alle problemen van de baan zijn. Speel me! Eigen of stinkt, zegt het spreekwoord, maar... Maar nee. Dus deze namiddag heb ik een webinar gehad met de uitgeverij en ik heb heel veel uitleg gekregen. En morgen gaan ze mij dus bellen om te vertellen of mijn manuscript nog qua taal moet worden aangepast of niet. En dan gaan we verdere stappen ondernemen. Nu is het avond en morgen, woensdag dus, komt mijn zus. En gaan we samen een beetje babbelen, omdat het al even geleden is dat we elkaar nog hebben gezien. Vandaag was weer een beetje een aparte dag. Ik heb niet gevlogd buiten nu. Normaal ging mijn zus langskomen, maar die is niet langs geweest. Dus zijn de plannen helemaal veranderd. En daar kan ik niet zo goed mee om. Maar ik heb wel nog telefoon gehad met de uitgeverij en er dient nog taalkundig het een en het ander worden aangepast. En ik moet ook 40 mailadressen verzamelen van mensen die eventueel mijn boek willen kopen. Dus dat staat me nog te wachten. En nu gaan we naar een personal coach, een info sessie zal ik maar zeggen, omdat we graag allebei iets aan onze conditie willen doen. En daarvoor gaan we naar de Basic Fit hier in de buurt om eens te horen of hoe dat in zijn werk gaat en of die ja, ons kan begeleiden daarin. Want mijn doel is wel om ten eerste al een basisconditie te hebben, want dat heb ik absoluut niet. Tot morgen! Gisteren weer vergeten te filmen. Ik ben gewoon 3 keer naar de dokter geweest. Naar 3 verschillende dokters. En we gaan mijn medicatie proberen aan te passen. Dus we gaan kijken wat dat geeft. Vandaag staat er een etentje op het programma. Bij ons thuis komen vrienden langs. Ze zijn bezig met de voorbereidingen. En morgen komt mijn zus hopelijk wel langs.